Met 3 beurzen tegelijkertijd konden logistieke bezoekers zijn hart ophalen deze herfst. Onlangs waren de Intermodal en Transport & Logistics in Rotterdam en de ICT & Logistiek in Utrecht. Hoe staan de vakbeurzen ervoor in de tijd dat internet een groot deel van de informatievoorziening verzorgt? We vroegen het aan een standhouder in Ahoy en de beursorganisator in Utrecht. Wij staan hier sowieso, onze doelgroepen zijn aanwezig. Wij merken toch ook dat dit soort kleinere beurzen toch behoorlijk wat mensen trekt elk jaar. We hebben een mooie nieuwe beursaanbieding voor onze elektrische pallettruck. Dat wilden we ook graag neerzetten. Gewoon algemeen contact maken met de markt, vinden we toch wel belangrijk. Hoe verloopt de beurs tot nu toe? Super tevreden. Ik bedoel, kijk om je heen. Behoorlijk bezocht. Kwaliteit is goed van de mensen die er zijn, dus wij zijn zeer tevreden. Ja, uitstekend. Het is hartstikke druk. Heel veel mensen stonden gelijk vanochtend al voor de deur. Je ziet het ook in de kennissessies. Die zijn afgeladen vol in de theaters. Dat is leuk voor de sprekers en leuk voor de mensen. Dat betekent dat we een programma hebben wat aansluit bij wat er op dit moment in de logistiek speelt. Dus daar zijn we erg tevreden mee. Het programma sluit aan. Als je deze vergelijkt met de vorige editie, kun je daar iets zeggen over het aantal standhouders, verwachte bezoekers? Ja, we zijn weer groter dan de laatste editie. De laatste editie vergelijk ik dan met de standalone editie van ICT Logistiek 2016. Want vorig jaar zaten we natuurlijk samen met Logistica. Dat is toch een ander soort opzet, een andere beurs. Dus we zijn weer 10, 15 exposanten gegroeid. Je ziet dat ook in de hoeveelheid sessies die er weer bij zijn gekomen. En in de mensen die dat dus ook weer aantrekt. Dus daar zijn we ook tevreden mee, zeg maar. Dus al met al een tevreden beursmanager.